Goedemorgen, de winnaar. Kijk naar uit. Ja, ik ook. Het is iets speciaals te doen. Kom, zullen niet eten, hè? Ja. Allee, ik heb toch honger in ieder geval. Pak wat je wilt, zeg ik altijd. En zeker de koffie proeven. Coach Simon. Morgen. Morgen. Hallo. Morgen. Hallo. Morgen. Even een dag, gewoon een trainingsdag. Hoe ziet dat er een beetje uit? Van 9 tot 9 uur 15 is iedereen samen aan de tafel. En dan doen we een gezamenlijke pre-warm-up binnen. Ik heb dat gezegd van het moment dat ik hier aangekomen ben, dat de faciliteiten hier Premier League waardig zijn. Kun je het een beetje vergelijken of? Je kunt dat niet vergelijken met een of andere Belgische of Europese club zelfs. Ah, je hebt vingers zien. Ja. Een paar keer gebroken geweest en blijven verder doen. Dat is niet slim dan. Hè. Ik moet nieuwe handschoenen hebben voor dit weekend. Dat is wel belangrijk. Ik ben heel zuinig. Ik train altijd met mijn oude handschoenen. Moet je dat nog echt alle keer zo'n schoen naar je hand zetten, die handschoenen? Wat intrainen. Hè. Het is daarom dat ik ze nu al uitpak. Want ja, het is nu nog 2 dagen training. Ja. We zijn erdoor en nu gaan we die in de jacuzzi steken voor er leven in te brengen. Voilà, nu gaan die erin zonder leven. En binnen een uurtje komen die er terug uit. Vol van leven. En klaar om op het trainingsveld hun werk te doen. En dit keer. Ja, maar het is gewoon omdat dat warm water is. Ja. Hè. Dan hoef je geen jacuzzi te zijn. Ja, voilà, nu zit er leven in. Het zeemvel leeft niet. Techniek. Ik heb vanuit Club Brugge nog een klein cadeautje voor jullie beiden. Beste Simon. Ciao, ciao.